President Chandrika Prasad Santokhi is vanochtend vertrokken naar Mexico, waar hij morgen zal deelnemen aan de zesde summit van de Community of Latin American and Caribbean States, CELAC. Dit is een staatshoofdenconferentie van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Voor zijn vertrek sprak het staatshoofd met de communicatiedienst Suriname. Want na Mexico gaat de president door naar de Verenigde Staten, waar hij de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 22 september zal toespreken. We hebben nu twee andere uitdagingen. Eén is in Mexico en daarna de Verenigde Naties. Wat is het verschil met de andere meetings? Is dat voor het eerst weer fysieke bijeenkomsten gehouden gaan worden in Mexico. Alles is virtueel geweest. Verenigde Naties hetzelfde, is virtueel geweest. Dus nu komen de mensen voor de eerste keer fysiek bij elkaar in Mexico in CELAC-verband. Dat is de organisatie van Latijns-Amerika, Caribische regio, grote organisatie. En daar zijn er heel wat uitdagingen. Enerzijds die regionale integratie, die we allemaal willen. We willen allemaal namelijk, zoals ik dat altijd zeg, als je een bedrijf opent in Suriname of als je investeert in Suriname, is het niet voor 550.000 mensen, maar het is voor 700 miljoen plus mensen, de hele markt. Tijdens de CELAC-meeting zal onder meer gesproken worden over de COVID-situatie in de regio. Maar we moeten kijken naar wat zijn de mogelijkheden op het gebied van investeringen, op het gebied van handel, op het gebied van training, op het gebied van samenwerking tussen die verschillende sectoren zoals we dat gedaan hebben met Guyana, met Nederland, dat we dat ook doen met Mexico. En barrières weghalen. Barrières weghalen ook in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Maar daar waar er issues zijn, die zullen er zijn. Zoals Cuba gaat dat een issue zijn. Waar je solidariteit moet tonen. Venezuela zal altijd een issue zijn. Waar problemen aangepakt moeten worden. Op thuisfront. Dat democratie terug moet. Dat partijen dialoog moeten gaan. Om het probleem op te lossen. Maar tegelijkertijd ook zorg dragen. Dat democratische waarden en normen gehandhaafd worden. Dat is de kracht van de Caribische regio. Dat is de kracht van Zuid-Amerika. We moeten dat handhaven, we moeten dat in de vorm van goede gestructureerde samenwerking gaan doen. In de Verenigde Staten zullen de Caribische leiders een virtuele ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Joe Biden. Ook zullen er gesprekken worden gevoerd met regeringsleiders van andere landen.